Nog niet zo lang geleden hadden we in deze branche te maken met een tekort aan personeel en was opleiden het antwoord op dit personeelstekort. Door de gevolgen van de coronacrisis lijkt dit probleem enigszins verholpen te zijn. Maar zodra de economie weer opstart en zodra de logistiek weer begint te draaien, dan zal het probleem van een tekort aan chauffeurs, logistieke medewerkers en teamleiders weer gaan ontstaan. En dan is opleiden echt het antwoord voor de toekomst. Dus zorg ervoor dat je op dit moment investeert in je jongeren, in een opleiding, in hun toekomst. En dan zorgen we er gezamenlijk voor dat uiteindelijk het personeelstekort ietsje minder gaat worden. Heb je nou vragen hierover of hoe de instroom nu gaat, nu de scholen een beetje dicht zijn? Neem dan contact op met je consulent en dan zorgen we er samen voor dat we het tot een succes gaan maken.